zijn spannende tijden bij Hilton Amsterdam Airport Schiphol. Ze gaan na 43 jaar verhuizen naar een prachtig nieuw gebouw. 5 meter verderop. Ik ben Samantha. Ik ben 4 jaar werkzaam bij het Hilton aan de front desk. Dat houdt in dat ik mensen verwelkom, mensen incheck, gasten uitcheck en vragen beantwoorden van gasten. Now is everything settled? Everything is settled. Hope to see you back in our new hotel. Great, looking forward. Have a good day. Bye bye. Tussen de sluiting van het oude Hilton en de opening van het nieuwe Hilton gaat dit hotel in principe dicht voor de gasten. We gaan ons dan bezighouden met het verhuizen. We gaan alles opnieuw inrichten, alles uitpakken. En daar kijken we heel erg naar uit. Ik ben Gerry van der Hoest. Ik ben die souschef op Hilton Schiphol. We gaan naar het nieuwe pand, waar het hele team al zo lang op heeft zitten wachten. Iedereen heeft er zoveel zin in. Nieuwe uitdaging, nieuwe visies, nieuwe keuken. Dus ja, we zijn helemaal klaar voor. Zolang iemand de startschot geeft, dan gaan we ervoor. Voor de 100, volle 100, 200, 300%. Receptie met Samantha. Het gaat heel groot worden, heel mooi, heel anders. We gaan nieuwe collega's erbij krijgen. Nu staan wij nog achter de balie. Op het moment dat het nieuwe Hilton geopend wordt, kunnen wij eindelijk van de balie vandaan lopen. We kunnen de gasten meteen verwelkomen. Een van de grootste veranderingen is natuurlijk dat we van een gesloten keuken naar een open keuken gaan. Dus dat betekent ten eerste grooming, zeg maar, je moet er wel een beetje verzorgd uitzien. We krijgen natuurlijk een grillkeuken en een Asian keuken. En ja, die twee keukens gaan wel op elkaar inspelen qua gerechten. Maar de gast krijgt wel gewoon waar hij voor betaalt. Service, staf 1 keer mee. Vandaag final day, laatste dag. Final day op de Old Lady. We hebben zoveel zin in een nieuw hotel. We eten, we drinken, we slapen niet meer. We zijn er zo klaar voor. We hebben tijd genoeg gehad om het ons voor te bereiden. Dus ja, mijn verwachtingen zijn gewoon top. De medewerkers verlaten het oude hotel. Ze hebben slechts een maand de tijd om het nieuwe hotel volledig gereed te maken voor de eerste gasten. Groot. Het dak is prachtig. Zoveel licht, daglicht eindelijk. Dan hebben we hier de roltrap. Dan komen de gasten naar beneden en dan is daar de front desk. We gaan langs de balie staan, de gasten verwelkomen. Je kan een praatje maken met de gast, eventueel helpen met de bagage. Dat is mooi, strak. Dat is geweldig. Gerry inspecteert ondertussen zijn nieuwe werkplek en materialen. Dit is de derde keukenpot. Meestal vanaf hier gaan we werken voor de wine room. Voor de exclusieve feestjes, zeg maar. Want we hebben natuurlijk onze eigen sommelier. Dan kunnen we even doorlopen. 'S Avonds à la carte komt hier ook de voorgerechten en dessert vandaan. Maar nu je servies echt zo daadwerkelijk in je handen hebt, dan ga je natuurlijk een beetje in je hoofd bedenken van waar gaat dit, waar gaat dat, waar komt de jus, waar komt dit crème. We willen iets moois neerzetten. We willen niet alleen zeg maar, voor de mensen die gaan reizen of zeg maar, voor de airport, we willen ook mensen van buiten aantrekken. En daarom hebben we een sommelier, we hebben een patissier. We willen uitblinken, we willen uniek zijn. Ik ga zo naar mijn manager, Nava, om mijn kleding op te halen. Ik heb het nog niet gezien, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Dit is het. Mooi hè? Het zit echt heerlijk. Prachtig. Heel anders, totaal anders, maar ik ben er echt heel blij mee. General Manager Jolijn kijkt of alles goed verloopt. Hey Samantha, hoe is het? Goed. Wat zie je er mooi uit. Dankjewel, ja. Hoe zit je nieuwe wardrobe? Heel lekker. Ja? Prima zitten. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Wij staan op de 11e verdieping. Dat is de hoogste verdieping van dit pand. En het is 42 meter hoog. We gaan van 277 kamers naar 433 kamers. De inhoud van de kamer zoals die is opgezet en de vierkante meters is ook totaal anders. De vierkante meters zijn groter, dus je moet een room attendant meer tijd geven omdat de ruimte groter is. Daar hebben we heel goed over nagedacht en zo hebben we ook meer minuten per kamer gegeven, waardoor de kamer wel goed schoongemaakt kan worden. Executive chef Edwin neemt Gerry mee naar de bakker die voor het nieuwe Hilton een exclusief broodje heeft ontwikkeld. Kijk, dat is ons schatje. Melkzuurbacteriën.
Dit is de gisting, dat zie je ook, hè? Dat zie je ook. Dat is echt wel kick, hoor. Het is natuurlijk het concept van Bowery, hè? Dat we veel meer met lokale producten, lokale suppliers, een stukje duurzaamheid, wat dichter bij huis. Hij werkt zoveel mogelijk met Nederlandse producten en die bol die is gewoon dadelijk volledig voor ons gemaakt. En ik denk dat we straks gewoon echt een super vette bol hebben. Ik ben echt heel benieuwd hoe die uit de oven gaat komen. Kikker, hoor. Die structuur, jongen. Mooi, hè? Gewoon een mooie luchtig. We gaan nu de nieuwe mensen trainen. Dus die weten nog helemaal niks van het systeem af. Dat ga ik ze nu allemaal uitleggen en het verwelkomen van de gasten. Je ziet hier links alle arrivals staan voor vandaag. Op het moment dat de gasten aankomen, kunnen ze natuurlijk van de roltrap afkomen. Vanuit de parkeergarage of vanuit Schiphol zelf. Dus dat is dan het verschil. Maar dadelijk gaan we echt gewoon, soms kan best zijn dat we hier tot 1 uur, 2 uur nog zitten. Proeven, denken, creëren. Het gaat een hele grote operatie worden. Dus, en we verwachten gewoon dat het super druk gaat worden. En we hebben er super veel vinden. En hoe zijn de trainingen gegaan? Ja, goed. Bijna klaar, ja. Wow. We hebben heel veel trainingen gehad, dus we zijn er helemaal klaar voor nu. De teamnummers zijn allemaal getraind, dus we gaan hartstikke goed. Iedereen kan niet wachten. Sommige mensen zijn een beetje huiverig. Want die denken, het is toch wel spannend om te gaan. Maar we nemen iedereen mee. Iedereen gaat die sprong maken. En, het wordt fantastisch.